In deze video neem ik je mee naar een groot slachthuis in Dedemsvaart, Overijssel. Samen met de Animal Safe Movement mogen we afscheid nemen van de kippen en hebben we de mogelijkheid om de dieren in beeld te brengen. Dit gaat toch goed hoor? Kippen zijn intelligente en sociale dieren, vergelijkbaar met primaten. Kippen kunnen redeneren en logische verbanden leggen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat kippen een breed scala aan emoties kunnen ervaren. Ze nemen beslissingen op basis van wat voor henzelf het beste is. En bovendien willen ze niet lijden en vermijden ze pijn. Hier in de vrachtwagens zie je ze vooral angstig en uitgeput. De meesten kunnen niet eens meer op hun poten staan. De individuen die er hier nog zijn, herken je straks niet terug in de supermarkten. Ze worden hier vermoord en in stukken gehakt. Hun ledematen worden verkocht als kipfilet, schnitzels, kippenpootjes, kipnuggets, salade of broodbeleg. Dagelijks worden er alleen al bij deze fabriek tussen de 200.000 en 300.000 kippen vermoord. Eigenlijk zijn er nog kuikens. Ze zijn hier nog maar 6 à 7 weken oud. Mensen zeggen vaak, ach, als de dieren een goed leven hebben gehad, is het prima om ze te eten. Het feit is dat deze kippen op een fractie van hun leven zitten op het moment dat ze gedood worden hier in het slachthuis. En dit geldt voor praktisch alle dieren in de veehouderij. Ze worden vroegtijdig gedood omdat de productie afneemt of zoals hier omdat het slachtgewicht is bereikt. Het zijn in feite nog baby's die je eet. Hoe kun je het dan hebben over een goed leven? Het leven van deze kuikens begint op een broederij. Deze industrieën gebruiken ook hakselaars en gaskamers voor de kuikentjes die te zwak of te klein zijn om het slachtgewicht te halen. Het vergassen van de dieren wordt gezien als humane slacht. Echter verkeren deze dieren in doodsangst en sterven ze een langzame, verschrikkelijke dood op dezelfde dag als dat ze zijn geboren.
duizenden, tienduizenden tegelijk worden de kuikentjes naar de schuren bij boerderijen gebracht. Ook in de eerste week sterft een vast percentage van de dieren die te zwak of gewond zijn. Al snel leven ze op elkaar gepakt in de schuren in hun eigen ontlasting. In deze stressvolle situaties sterft ook wederom een vast percentage van de kuikens. Kunstmatig fokken, weinig tot geen ruimte om te bewegen, kunstmatig licht in de schuren en het gebruik van antibiotica zorgen ervoor dat deze kuikens in slechts 6 tot 8 weken het slachtgewicht hebben bereikt. Lichamen hebben erg veel moeite met de groei van hun gewicht. Dit alles zorgt voor veel pijn en stress. Velen kunnen nauwelijks nog op hun poten staan. Ter vergelijking, het zijn kleuters met het gewicht van een volwassene. De omstandigheden in de schuren zorgen voor hoge concentraties ammoniak, wat bij de kuikens zorgt voor huidirritaties, zweren en ademhalingsproblemen. Ze worden er ziek van. Degenen die het slachthuis halen, worden aan hun poten opgehangen en verdoofd in een elektrisch waterbad. Daarna snijden roterende messen ze de keel open. De kuikens die het waterbad overleven, doordat ze hierbij hun hoofd optillen, worden volledig bij bewustzijn gedood. Als er toch nog kuikens de roterende messen hebben gemist, staat er een medewerker klaar met een mes.
Hier in Lerumsvaart, buiten bij het slachthuis, mogen we de dieren op hun laatste moment filmen en fotograferen. Deze waken, of vigil, kon afgelopen juli niet doorgaan. Dit vanwege ernstige bedreigingen door boze boerengroepen. Ook aan de reacties op de nieuwsberichten en video's van de aanwezige regionale media is te zien dat wij als activisten veel losmaken bij de mensen. Alleen maar door hier aanwezig te zijn en getuige te zijn. Mensen lijken getriggerd door ons, door onze aanwezigheid en door de beelden die we maken van de dieren. Maar niet door afgehaakte kippenpootjes in de supermarkt. Ze worden getriggerd door ons omdat we ze met dit soort acties bewust maken van het individuele leed dat achter diereneten schuilgaat. Is zoveel ellende en zoveel individueel leed je nog geen 10 minuten durende maaltijd waard? Bedenk je even goed dat je voor allerlei kipproducten heel veel plantaardige alternatieven kunt krijgen bij de supermarkten. Als je nog niet goed weet hoe, dan kan ik je van harte de Vegan Challenge aanbevelen. De horror en de hel die deze dieren moeten doorstaan, het lijden dat je door je levensstijl veroorzaakt, dat zou je juist moeten triggeren. Maak alsjeblieft de connectie. Kies alsjeblieft voor plantaardig en leef vegan. Doe dit niet voor ons, maar doe dit voor al de dieren. Ik dank je voor het kijken naar deze video.